Dat verbaast me helemaal niet, want er zijn lachende derdes. Ik ga nu niet zeggen wie het is. Maar kijk maar eens even naar de financiers, weet jij ook alles van de boerenprotesten. Ja, dit was een beetje voor mij een beetje sneu verhaal. Omdat deze boer mij niet als zijn vriend heeft herkend. Dat is altijd pijnlijk, dat is, hè? Ja, dat is mijn fout. Ja. Dat is duidelijk een misser. Ja. Want we hebben hier te maken natuurlijk met waarom ik heel graag natuurgebieden, boerengebieden noem. Omdat ik het natuurlijk helemaal met deze man eens ben. Ik ben ook in jullie wereld geweest. En dat gaat er inderdaad relatief heel goed met grutto's. Hoge waterstanden, wordt heel veel gedaan in de buurt van Kamerik. Het is fantastisch. Dus hier zit een voorbeeld hoe het kan. Ja. Niettemin is dit een voorbeeld binnen die 5% die het goed doet. Ja. Dus waar ik het over had, was niet over deze boer. Ik had het over al die andere boeren. Ja. En het is hartstikke jammer dat jij me niet herkend hebt als een bewonderaar van deze route. Die dus al heel vroeg is ingezet. Dus ik heb het precies andersom bedoeld, eerlijk gezegd. Ik snap het wel hoor, maar ik denk dat je... wat we de laatste jaren zien, dat zeg maar alle debatten die polariseren alleen maar meer. En ik denk als je begint met 95% is alleen maar puur gras en er gebeurt niks en het gaat alleen nog maar achteruit. Dan denk ik dat je heel veel boeren en ook mij tegen de haren instrijkt. En kijk, ik zal altijd kiezen voor mijn collega's. Ook al zijn ze dan misschien intensief. Nee, dat weet ik. Maar ja. Omdat... Kijk, die kunnen dezelfde weg gaan als dat wij gegaan zijn. En ik weet ook heel veel... Ik kan me voorstellen dat jij misschien zijn collega's niet zo ver krijgt om die weg te gaan. Maar misschien lukt jou dat wel. Nou ja, daarom zeg ik, dat moet met elkaar gebeuren. En wat er nu gebeurt, en de voorbeelden... Kijk, dan kun je het over de politiek gaan hebben. Maar uitgerekend de politieke partijen die, denk ik, jullie een beetje steunen... die dragen totaal niks bij aan de oplossing. Want die polariseren alleen maar verder. Die brengen boeren alleen maar verder weg van de politiek. Van vertrouwen in de overheid. En dan neem ik Tjeerd de Groot als grote voorbeeld. Ik dacht dat hij het over de BBB had. Nee, die doen hetzelfde natuurlijk. Tjeerd de Groot en de GroenLinks en de Partij voor Dieren... die dragen momenteel niks bij aan de oplossing in het boerenland. Ik heb zelf 20 jaar geleden in een GroenLinks werkgroep gezeten, landbouwwerkgroep. Zat Marijke Vos toen nog in de Tweede Kamer. Nee, die droeg daar wel aan bij. Die maakte verbinding tussen landbouw, natuur, politiek... En ook wel natuurlijk voor biologische landbouw stond ze voor. Maar momenteel gebeurt dat helemaal niet meer. Dat is niet waar. Hier moet ik toch even ingrijpen. Ik bedoel, Laura Bromet, die hier ook wel eens komt... is een vlees geworden belichaming van iemand die ongelooflijk constructief... iedereen hoort en de oplossingen zoekt. Dus dat is iemand van GroenLinks. En zelfs binnen het CDA zijn er hele constructieve werkers, moet ik zeggen. Ja. Dus ik zie de polarisatie precies omgekeerd. Ja. Ja. Wat is mijn maar het is wel grappig, als iedereen de polarisatie precies omgekeerd ziet, dan is die er dus. Dat is het kenmerk van polarisatie. Ja. Ja. Nou, wat ik frappant vond, als ik mag toevoegen in het verhaal van u, is zeg maar dat het waterschap dus zeg maar pijlverhoging eigenlijk tegenhoudt. En dat is natuurlijk wel absurd. Ja. En ik denk, ja, maar goed, dat is toch, die pijlbesluiten worden voor 10 jaar genomen. En ik denk dat we in die zin veel meer toe moeten naar maatwerk. En dat ook de kennis van de boer... Hè, een boer kent zijn land zelf het allerbeste. Ja. En dat we die kennis ook gewoon gebruiken. En dat we dus veel meer ook soms de boer aan het roer laten... wat betreft die pijlbesluiten. Dus dat je veel meer fijnzinnig gaat kijken... naar hoe zo'n landschap in elkaar zit. Ook als zeker... de boer er met hele zware apparaten over dat land... Nee, maar je moet dan natuurlijk naar een soort spectrum misschien... waarbinnen dan kan variëren...
Ik denk wat ook zijn kwijtgeraakt in Nederland is dat meebewegen met de seizoenen. He, dus we hebben eigenlijk geen gevoel meer dat we dus in de winter wat hogere pijlen hebben. He, en dat we het dan langzaam laten uitzakken. We hebben vaste pijlen. We hoeven elkaar niet uit te laten praten hoor bij deze. Oh ja, ik ben heel netjes opgevoed. Ik kom wel uit Drenthe, maar ik ben heel netjes opgevoed. Ja. Maar ja, dan ben je weer aan het polderen. Ik denk, ja, we moeten ook kiezen voor dat de natuur verder moet ontwikkelen. Ja. Dus misschien dat we ook... Oké, maar waar, dat is dan, waar moeten we dan heen? Want kijk, we kunnen dus inderdaad doorpolderen. Of zeggen we, en dan gaan we het dus allemaal ook weer aan die waterschappen overlaten. We gaan straks kiezen. We weten bij God eigenlijk niet. Ik bedoel, als je dat. Ik weet niet, je hebt er ook wel zo'n lijstje voor je gezien. Dan staan er gewoon een paar namen. Waarvan je helemaal niet weet wie het zijn. En die zeggen dan: we zijn voor goed water of zoiets. Dan denk je, nou, dat klinkt wel goed. Maar het is dus niet. Ik bedoel, bij een politieke partij heb je nog een soort idee vaak. Maar dan heb je dus geen. En dat gaat dus nu eigenlijk op lokaal niveau een van de belangrijkste beslissingen nemen. Is dat niet, moeten we dat niet ook iets anders doen dan? Nee, denk het niet. Nou, dat denk jij wel. Dat denk je wel. Want je zegt, dat is het voorbeeld van Pol. Dan zou je moeten zeggen, we moeten nou eens toe naar een regering met een hele visie voor het hele landschap, voor het hele. Nou, het hele landschap is wel heel groot. Want je hebt regionaal heel grote verschillen. Hè? Dus, maar ik denk wel dat we integraler moeten kijken. Wat zowel is dat? Integraler kijken? Natuur en landbouw beter samen kunnen laten gaan. En misschien op sommige plekken geen landbouw, andere plekken misschien geen natuur. Dat we dat meer... ben misschien ook aan het polariseren, denk ik me nu. Maar dat het iets meer in elkaar overgaat uiteindelijk. En daar kunnen de waterschappen natuurlijk wel een enorm belangrijke rol over spelen. Ja? Ja. Nou ja, wat je in die overgangsgebieden hebt bijvoorbeeld, dan kun je en landbouw, maar ook natuur plegen bijvoorbeeld. Dus dat kan een mengvorm zijn. Intussen, volgens mij had jij het daar ook eerder over. Nou, er zijn ook mensen die zeggen, dat moet je juist niet doen. Je moet zeggen, we moeten juist niet die overgangsgebieden, we moeten juist echt gebied zeggen van, dit moet puur natuur zijn. En er mag dan ook eigenlijk gewoon ongeveer niemand inkomen. En hier doen we de landbouw. Ja, maar als je dus naar hydrologie kijkt, hè, naar het natuurlijke watersysteem, heb je juist die overgangszones nodig. Hè. Dat ook het voorbeeld van de peel, dat is natuurlijk ook zo'n omgekeerde bloempot. Hè. Dus je hebt juist bufferzones nodig om het water vast te houden. En dat is cruciaal. En daar moet je inderdaad toe naar een soort mengvorm, hè, van natuur en landbouw. En dan heb je dus een vorm van landbouw die niet alleen maar gewassen produceert, maar ook maatschappelijke diensten. Ja. En ik denk dat dat echt de weg is die we met elkaar... En dat we ook moet dat dan op een soort provinciaal niveau besloten worden? Of moeten we eerst zeggen dat wij dat als Nederland willen, dit? Nou ja, we hebben een visie klimaatbestendige veenlandschappen ontwikkeld vorig jaar, meen ik, 2 jaar geleden alweer. En daarin zit eigenlijk voor heel Nederland, hè, voor die veenlandschappen, kijken we naar overgangszones. Hè. Dat zijn eigenlijk zones van wederkerigheid. Hè. Dus zowel de boer heeft daar wat aan als de natuur heeft daar wat aan. Hè. Dan ga je dus water vasthouden. En dat is natuurlijk voor boeren ook enorm belangrijk, dat er voldoende water is in de zomer. Dat wordt wel eens vergeten. Als je bijvoorbeeld naar Friesland kijkt, Friesland is enorm afhankelijk van het IJsselmeer. Dat is de nationale regenton. Maar ook Noord-Holland is afhankelijk van het IJsselmeer als inlaatwater, maar ook Utrecht. Dus je moet eigenlijk als provincie en ook als veengebied je eigen broek veel meer gaan ophouden. En dus veel meer ook dat je kiest voor de Friese regenton. En die moet je gewoon organiseren met elkaar. En dat is echt in het belang ook van boeren, dat we dus veel minder afhankelijk worden van het IJsselmeer. Teunis, waar moeten we naartoe? Dit is de meest ingewikkelde problematiek die je kunt bedenken. En aan de ene kant moeten dingen lokaal opgelost worden, omdat al die situaties anders zijn. En een prachtig voorbeeld hebben we hier net gehoord. Fantastisch. Ja. Op hetzelfde moment zal de boer verlost moeten worden van het juk op een of andere manier. En dat is een nationale aangelegenheid. Wat is het juk? Dus het juk is het verdienmodel van de multinationals. Waarbij de boer onderdeel is van dat verdienmodel. En de burger natuurlijk ook. Dus we moeten allemaal in een supermarkt, we moeten allemaal dingen kopen. Dan gaat het over de zogenaamde vrije keuze. Want je weet dat iedere supermarkt waar je instapt, dat is één grote manipulatie van wat je moet kopen. Ja. En daar weet je alles van, daar maak je programma's over. Ja. Maar dat is bij de boeren niet alles. Die moeten in het keurslijf van For Farmers en die hele mikmak. Dat ga je op lokaal, op provinciaal niveau, ga je daar niks aan veranderen. Dus die creativiteit, die kan pas losbarsten op het moment dat je nationaal ingedekt wordt. Ja. En nu is het zo, daar zijn mensen ontzettend goed in. We krijgen nu een polarisatie, precies op het niveau waar je dat niet moet hebben. Dat verbaast me helemaal niet, want er zijn lachende derdes. Ik ga nu niet zeggen wie het is, maar kijk maar eens even naar de financiers, weet jij ook alles van de boerenprotesten.
Dat zijn de lachende derdes. En dat kun je alleen op nationaal niveau kun je dat oplossen.